Ze hebben allemaal een one-liner voor jou geschreven om te vieren dat je er bent. Wij gaan beginnen met team 1. Wij luisteren naar Jordi. Oh. Dag, lieve Gwen. Hi. Gwen speelde vroeger in een reclame voor Axe. Ze kreeg hier overigens niet voor betaald, want ze deed dit pro deo. Oké. Risa. Gwen ging voor een reportage op zoek naar het vrouwelijk orgasme. Ja. De enige keer dat ik dicht bij een vrouwelijk orgasme kwam, was toen ik achter het centraal een Thaise ladyboy aftrok. Lesbische kappers liggen eigenlijk alleen maar te scharen. Wat zegt de ene kapster tegen de andere als ze een complimentje wil geven? Shampoo, shampoo, shampoo. Dankjewel. Nice. Verstopping kan eigenlijk twee dingen betekenen. Of er zit iets vast in je darmen, of er roept iemand, ik kom. Het kan zelfs allebei tegelijk. We geven het laatste woord aan Risa. Jouw opdracht is samenwonen. Oh, dat is toevallig. Daar heb ik een paar lines over. Leuk, hè? Lines. Toen we net gingen samenwonen, deed ik nog wel eens de bril omhoog. Nu neem ik gewoon een doekje mee, zodat ze haar montuur in glazen kan afvegen. Mijn vrouw zei laatst dat die weduwe van tegenover zwanger is. Ik zei, hè? Dat kan toch helemaal niet bij anale seks? Ja, daar hou jij dus van, deze dingen. Mijn vrouw reikt mij in winkels zonder iets te zeggen kleding aan die ik dan moet afrekenen. Ik noem dat zelf contactloos betalen. Patricia Pai vond de one-night stand met mij erg tegenvallen. Niet dat ik seksueel teleurstelde, maar meer omdat ik de dag ervoor asperges had gegeten. Ik had bij de IKEA een slaapbank gekocht van het modelletje Tarvik. En dat wist ik helemaal niet, maar Tarvik is blijkbaar Zweeds voor kankerhard beton. Sorry. Mijn rookmelder is vandaag jarig. Hyper de piep, piep, piep. Hoera! Ja, ja. Naar voren komen Jordi en Risa. Die gaan hier aan de tafel staan. En die vertellen elkaar om de beurt een grap. 5 grappen in totaal. Als de ander moet lachen om jouw grap, krijg je een punt. Zo simpel is het. Jij houdt in de gaten. En lachen, daar bedoelen we mee hoorbaar lachen. Dit mag. Oké. Maar als je iets hoort, dan ram je op die bel. Top. Afgesproken? Let's go, jongen. Cool. Welke Volendamse band weet ontzettend veel van wijn? Nou. De drie sommeliers. Ja, hij houdt hem, hij houdt hem. Oh. Jordi, hoe herken je een Arabisch paard? Jihad! Risa, hoe heet André van Duin in Mexico? André, André van Duin! Waarom worden Brabanders altijd ondertiteld op tv? Of? Rob? Omdat die verrekte koekwouw langs de stap van de tv. Laat me, jongen! Risa, welke hond is altijd verkouden? Nee, toch? Daar, tjie, mama! Ik heb van de week een tweedehands vibrator gekocht op het internet. Was van een oud vrouwtje geweest. Hij heeft de hele tijd binnen gestaan. Jordi, je laatste. Ja, ja, ik moet zoeken, man. Welke rapper draait zich 's ochtends vaak nog even om? Snoesdok.